Hallo, dit is een vlog voor RTV Losser. Wij gaan vandaag naar Radio 2. We zijn nu onderweg naar Radio 2, maar is een lekker bakje koffie halen. En ik neem je vandaag mee. Het bij Radio 2 gaat. Ga je met mij mee? Nou ja, dat weten we, dan is het hier en daar, toch? Ja, precies. Ja, dat is wel duidelijk. Ja. Oké, dankjewel Martijn dat ik hier op Radio 2 bij de ANWB zit te leggen. Stelene, goedemiddag. Een half uur. Heb ik goede tips? Nou, eigenlijk niet. Ik zou het niet weten. Nou, omdat je vragen gericht zijn, dat durft hij niet te zeggen. Hè? Ik ben bang dat jij natuurlijk mijn plek zou overnemen. Nee. Ja. Maar Annemiek is erbij en hij is natuurlijk gewoon de baas. Dat is de producer altijd. Als hij zegt, we gaan gewoon dit doen, dan heeft Annemiek het gewoon beslukken. Ja. Maar dat kan hij nou niet zeggen, want ze is erbij. Ik ben erbij, hè? Ik ben er niet. Ik durf het wel te zeggen. Dus mijn DJ die ik Proguus is altijd te laat. Is hij altijd te laat? Oh, ja. Die zegt altijd 1 minuut voor de show. Oh, ik moet nog de krant horen. Ja, lekker. Hoe heet jouw DJ waar je mee werkt? Bert Bos. Nou, we zullen hem even onthouden. Ja, die rent altijd nog even 1 minuut voor de show naar Giltie. Waar is die krant? Waar is die krant? Ja, dat is goed dat hij een goede producer heeft. Hey, maar staan jullie al met z'n allen op de foto? Mag ik daar nog een fotootje van maken, jongens? Ja, natuurlijk. Zullen jullie even aan beide kanten gaan staan? Dat is misschien wel leuk. Wat? Hoes is, hè? Ja, let op, ja. Ja? Tadaa, en? Tadaa, en? Kijk, kijk, kijk! En daar zat dan ook ergens een singeltje tussen, maar ja. Ja, dat luister je natuurlijk niet. Oh, aan, ja, het is gewoon bijzaak. Dit is Delano. Hey Delano. Komt uit Losser. Goed dat je er bent, man. Nee, hey, leuk dat je er bent. Radiomaker ook. Dat is goed. En met een eigen studio. Oh ja? Yes. Ja, dat hebben wij zelfs niet eens. Nee, precies. Hey Delano, kan je iets zeggen? Hallo of zo? Hallo. Kijk. Nu denken misschien mensen, die is niet helemaal lekker. Ja. Is niet zo. Nee. Toch? Even dat vooroordeel meteen weggenomen. Hoppa, misschien denken ze dat ook wel over jou. Ja. En dan kan je gewoon zorgen dat hij er live set gaan we nu toch niet doen. Ik vond het heel leuk, bedankt. Wil je niet al te scherpe vragen stellen vandaag? Abgazie. Gewoon, ik vind die muziek van Gloria Estefan niet zo leuk. Wat? Waar we het over gaan hebben met Gijs. Dus dat is altijd een verrassing. Maar jullie hebben altijd een eigen studio, dus Gijs is daar. Ja, we kunnen altijd. Ik dacht dat jullie staan bij elkaar bij zo'n microfoon. Dat kan ook, ja, maar er zijn er twee en meestal, ja. Gewoon zelf met een twee. Met een tweeën achter maar 1 microfoon lijkt me wel gezellig. Dat wel, ja. Ja, maar het is ook niet handig, want we willen natuurlijk allebei aan de knoppen zitten. Dus ja. En wij gooien er gewoon af en toe een geluidje in. Maar je kan er ook gewoon hele bedjes in gooien. Dat is ook wel handig. Ja, sorry. Ja, nou, dat. Ik gebruik nou, voor VLC, dan open ik 3 keer VLC. Ja. En onder VLC
open ik dan bestanden. Ja, ja. En dan lijkt het net op Omniplayer. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, precies, ja. En je hebt ze ook op de iPad en zo heb je deze dingetjes BFM, ook. BFM, dat is hun nieuws, dus gewoon vanaf een iPad. Ja, klopt. Ja. En dan met een mini-jack. En ik gebruik die lader altijd voor mijn eigen telefoon. Dus moet ik altijd opletten dat ik hem wel weer terugstop. Oh, ja, anders het hele nieuws weg is, ja. Ja, mooi. Zou je even ruimte maken, Delano? Ja, ik kan hem wel even voor. Ja. Ik doe gewoon alles erin. Dat komt helemaal goed. Eerst even het belangrijkste, het nieuws. Ja, we zijn dus ook goed voor het nieuws, maar dat maakt er niks uit. Nee, Nathan. Eigenlijk, als ik produceer, doe ik eigenlijk niks. Want ja, ik gebruik dan altijd de excuus van wil jij dat even doen, want ik kom er niet door met mijn rolstoel. Ja, dus je kan gewoon alleen de leuke dingen doen eigenlijk. Je hebt er nog geen voordeel van. Ja. Ja, dat is slim. Ja, zo gebruik ik Martijn ook altijd zijn handicap. Ja. Ja, sorry, ik weet er niks van. Ik kom met mijn handicap. Ja, precies. Ik doe net of het debiel is, maar... Ondertussen. Ja, met Martijn is het wel. Ik hoor dat net namelijk, ja. Dit verlachen bevalt me wel. Ja, ik heb het wel voorstellen. Ik doe dit voor het eerst, maar het bevalt me wel. Maar ook online zetten straks dan, hè, als je thuis bent. Oh shit. Ja, alleen Martijn tekken en niet tekken. En ik bewerk helemaal niks. Hij is wel een beetje lui, hoor. Ja, ik heb ook nog een eigen programma. Nou ja. Die ik voor mijn brein. En hey, wat vind je het leukst qua muziek eigenlijk? Wat Q-Music draait. Die knippen we eruit. Ja, allemaal wat Q-Music. Of. Ja, als je morgen weer zit, die open rij, even iets mee. Geef je nou dat hij erin staat? Of... Ah. Dit is gewoon de nieuwe team, de tijdelijke team, denk ik. Nou, weten jullie al waar jullie het over gaan hebben? Nou, we weten nu wel welke plaat we gaan draaien. Als de eerste plaat weten we wel, ja. Ja. De rest is nog, dan moeten mensen nu gaan... SMS echt, jullie hebben echt niks voorbereid. Nou, we hebben wel een paar itempjes. Die bereiden we wel voor, maar er zit geen muziek aan vast. Dus alle platen, dat is echt wat er binnenkomt. Maar er komt zoveel binnen, dat is zo fijn. Dus we kunnen nog steeds wel. We weten altijd wel zeker dat we genoeg hebben, laat ik zo zeggen. Je kunt dan beter de non-stop aanzetten. Nou, we vinden het leuk om over muziek te praten. Grapje. Met de luisteraars ook. Maar het kan wel, ja. Denk het wel. En hierna komt de B-lijst of zo. B-lijst, ja. Dat ding, als we ooit oud en grijs zijn, dan gaan we op Radio 5 een B-lijst maken. En op Radio 4 dan de C-lijst. Ja, lijkt me een goeie. En op Q-Music de Q-lijst. Oeh. Ja. Hallo. Mathea, hi. Thea, hi. Hoi. Hij zei, ik zeg net, wat luister je zelf qua muziek, zegt hij, heb je music. Oh, ja. 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 Lekker. Is dat gevaarlijk als ik dat in dit pand zeg? Nou, kom je vanzelf achter. Ja, dat zul je dus nu in 10 minuten achter. Je bent nog niet weg, hè, dus... Ik weet niet, hoe hard kun je met die kaart? Ja, ik wou zeggen, kan niet hard. Oh, Hanne, jij kan lopen. Hanne, de ruimte is niet even uitnodigend daarvoor. Nee. Ja, je merkt een beetje concurrentie tussen de twee. Martijn, je doet het zelf ook nog. Dus nu ben jij een keer aan de beurt om in de spotlight
terugvolgen. Geen genade. 2 uur is het. En ja, wat wil je horen? Laat het weten via 2222, de Radio 2 app of nporadio2.nl/A-lijst. Dankjewel, Helene. Er komen veel appjes binnen rond het overlijden van Fats Domino. Gaan we daar nog iets aan doen? Uiteraard, als je daar een verzoek rond instuurt. En ook voor alle andere dingen, de A-lijst is yours. Ga je zo afsluiten? Ja. Ja, leuk dat ik hier mocht zijn. Ja, leuk dat je er was, man. Ik hoop dat je lekker hebt kunnen rondkijken. Oh. Ja, zeker. En ik ben benieuwd naar de vlog. En en wil jullie allemaal naar echt TV losverluisteren. Woensdag om 3 uur. Echt TV lossen? Ja. Of zondag om 9 uur. Ja, ik kijk alleen maar RTV Noord-Holland. Dus ja. Oh, nou, jij hebt een plekje hoor. Dus, dat knip ik trouwens wel eruit. Dat allemaal naar echt TV lossen luisteren. Blijf jij dan naar Radio 2 luisteren en niet meer naar Q-Music? Deal. Hoi, daar zijn we weer. Ik vond het heel leuk bij Radio 2. En dat kon je ook zien met Martijn Nijheid. Gijs 2.0 en Annemieke Schoor. Timo Perlin was helaas niet helaas, maar niks aan te doen. Maar ik hoop dat ik Timo Perlin nog eens zie. En ik vond het heel leuk hier bij Radio 2. Ik heb dit nog nooit zo gedaan, maar duimpjes omhoog. Drop wat even de reacties. En doei, wij gaan nu op weg naar huis. Ik vond het heel leuk. En plaats van Radio 2 is er nu Q-Music op de radio. En volg Martijn ook via YouTube. Martijn Nijhuis. Radio 2. Bye bye, man. Bye bye.